Yo allemaal, welkom bij een nieuwe custom map. Deze custom map heet Piglet Panic. Deze is door de Hostel map gast gemaakt. Nightmare Realms hebben we hiervoor gespeeld van hem. Dat ging niet zo goed. Dit lijkt meer vriendelijk, omdat we nu met varkentjes moeten spelen. Maar laten we de regels even lezen. Zoals ik zei, Piglet Panic. Door vechts. Oké, regels 1. Transport then pigs to the victory pen. Oké, dus de varkens moeten we uiteindelijk naar een soort hok brengen. Don't go on top of the ceiling. Dus dat glas ding daar. Daar ook. Je wint als je er 10 hebt. Je moet op easy. I won't be noob. Je mag alles doen wat je wil. Minecraft could be the way to go. You will need to escort your pig long distance. Oké, ik heb een beetje last van lag. Dus ik ben... Oké, laten we kijken. Stone tools and food. Oh, low. Ja, dat is een beetje basis. Oké. Ziston battle sign. Wow. Knockback op een sign. Dat is cool. En ik neem broek mee. Give me your pants. Mind Farmer. Extreme Turbo Action. Playset age 10 and up. Ik heb geen idee wat dit is. Wow. Oké. We kunnen een farm maken. Dat is chill. Ik laat jullie dit even zien natuurlijk. Trouwens, dit is de map. Lol. Hier zitten onze varkens. Dus we hebben genoeg eten. We moeten 10 varkens... Het gaat om de varkens. Ik weet niet waarom de... Oh, de schaap kunnen we bedden van maken. Sorry, dat is toch even iets wat ik ga doen. Want de nachtskippen zou wel heel chill zijn. Maar, dankjewel. Zit hier hout in? Nee. Hak even wat hout. Ik hoop dat ik hier geen fout maak of zo, want... Deze gast kennende... Holy shit. Hoe ga ik mijn varkens hier overheen krijgen? Nou ja, pech. Zo, dat is meer dan genoeg voor een bed. Ik wil eigenlijk een beetje opschieten, want ik wil voorkomen dat het nacht wordt. Wat is dit? Geeft hij me gewoon een huis? Oh, een leeg... Oh, kijk eens. Er is al een bed zelfs. Oh, en een mooi uitkijkpuntje. En... Pff, ik weet niet wat voor map dit is, maar ik krijg hier gewoon alles al. Ik vind dit een leuke map, jongens. Ik ga hier niet dood de eerste seconde dat ik er ben. Oké, nou... Dus, wauw. Krijg ik zoveel shit? What the fuck? Daar staat nog een chest. Ik denk dat we deze aflevering gewoon gaan beginnen met wat farmpjes maken. En, nee, ik denk wel dat we even gaan exploren. Oh, wacht, er staat iets op. Potions. Oh, kijk, dat krijgen we er ook nog eens bij. Wat een luxe, jongens. Ik vind dit wel leuk, hoor. Geen bom of zo die in één keer erop valt? Nee. Trouwens, ik speel het op 1.3.1. Ik weet niet of dat voor problemen gaat zorgen. Zowel, dan zet ik dat terug natuurlijk. Er is ook een reden waarom ik op easy speel en niet op hard of zo. Want ik denk op een of andere manier dat het nog wel moeilijk wordt. Dus we moeten 10 van die varkens aan het einde brengen. Nou, dat is toch niet zo moeilijk. Ik zie daar nog wat. Hoe lang hebben we nog? Ik kun je niet precies zien, maar we hebben nog een hele dag. Dus ja, we zijn weer met de custom map bezig. Dit is weer van de gast die ervoor zorgde dat we heel vaak dood gingen. Nou ja, in Nightmare Realms. Zoals ik zei, ik wou al deze soort mappen weer verder gaan doen. Maar ja, ik heb eigenlijk niet echt de kans gekregen. Niet zoveel tijd, vakantie en zo. Dus dat gaan we nu wel lekker doen. Ik ben gewoon verbaasd. Meestal begint het met... dat ik explodeer of zo. Holy shit, je krijgt een kool. Oh, er zit hier wel iets beneden. IJzer. Maar ik ga niet met al dit spul daar naar binnen. Laten we dit even binnenleggen. Dit wordt gewoon een let's play. Ik weet niet hoeveel delen. Ik weet niet hoe lang we hiermee bezig zijn. Dat zien we dan wel. Laat ik die speed potions maar even hierin doen. Tools wil ik in deze kist. Ik weet ook niet waarom. Zo. Eten hou ik even bij me. Knockback sign hou ik voor het geval bij me. Ik ga eigenlijk nog niks met de varkens doen, want dat vertrouw ik niet.
Ik wil trouwens ook even weten of we wheat hebben gekregen. Dat zou helemaal chill zijn. Oh, wel 3 seeds. Dat is meer dan genoeg. En dan kunnen we een wheat farm starten. En dan kunnen we deze vriendjes gaan leiden. Ach, wat is dit, jongens? Ik ben echt verbaasd. Stom verbaasd. En ik weet niet meer wat ik ga doen. Oh jawel, naar beneden gaan, hè. Daar heb ik een pickaxe voor nodig. Thank you very much, my friend. En het knockback sign. Ik weet niet of dat genoeg damage doet. Maar dat zien we dan wel weer. Ah, wat raar. Dus, laten we hier naar beneden gaan. Niet recht naar beneden hakken. Oh, we krijgen ook XP. Jezus. Wat een luxe. Oh, wacht. Ik speel het in 1.3. Ik weet niet of ik dat mag doen. Nee, pech. Deze mappen werken als volgt. Je mag doen wat je wil om te overleven. En ik gebruik de 1.3, want dit XP gaat me zeker helpen. Dat wil hij vast niet, maar dan heeft hij mooi pech. Want wij gaan dat lekker wel doen. Het is niet cheaten. Misschien moet ik mijn geluid even aandoen. Hier ontploffen. Hier ontploffen. Auw. Auw. What the fuck? Wat deed de creeper daar nou weer? Nou, het ijzeren vond te verzamelen. Ik mijn me weg van daarboven. Oh, hier zit speciaals. Kool. Keer 100. Ah, kom op, lul niet. Oké. Geen kool meer hakken, jongens. Wat de hekken is dit? Oh, dit is echt het raarste wat er ooit is gebeurd. We hebben nog wel wat meer ijzer nodig. Altijd handig. Even een iron tools maken. Want weet je, als het toch kan. Dit is heel raar. Dat zeg ik je nu alvast. Want Vex kennende, hij is echt wreed. Ontploffingen en blazes en shit. Maar blijkbaar vindt hij ons aardig. Zo. Oké. Ik ga heel even naar boven, denk ik. Want het wordt nacht. Is wel handig. Dus wat meer kool verzamelen. Kijken of we het halen. Oh shit, het wordt nacht. Nou, ik zag ook geen spanners, dus. Oh, wat is dit voor een rare boel, zeg. Ik vind het echt raar. Maar dat is denk ik de bedoeling ook, dat je verbaasd wordt. En ik was al gewaarschuwd door Rogier dat ik heel hard ging lachen om wat we in het begin kregen. Ik had iets verwacht dat we echt heel weinig kregen of zo, maar pff, alles voorgekauwd. Oh, ik heb honger. Nou ja, alle tijd, alle tijd. Er zijn toch geen monsters, we spelen op easy. We hebben genoeg stone. God, wat is dit voor een. Snel ons huis in. Bed in, monsters zijn weg. We zouden dit stone zwaard nu kunnen gaan enchanten als we willen. Waarom niet? We hebben geen boeken op het moment, dus. Kunnen die hierop komen? Nee. Oké. Ook nog een goed huis en geen huis dat me opblaast. Level 3. Weggooien. Nee. Dat is echt heel slecht. Dat is de meest waardeloze enchantment als je het mij vraagt, maar. Knockback. Ah, oh, wacht, eten. Moet je dat wheat farmpje maar eens even gaan starten zo meteen. Waar is mijn eten? Zo, zo. Er is iets mis met geluid. Ik krijg een nieuwe headset. Dus, korte knip. Oké, daar hebben jullie waarschijnlijk niks van gemerkt. Oké, ik stel voor dat we met onze wheat farm gaan beginnen. We hebben 1 water. We hebben ook genoeg ijzer. Zo, we hebben zelfs bone meal en hoop. Wat is dit voor een rare zooi? Ik heb zo'n gevoel dat we hier veilig buiten kunnen werken, maar. Ik zou het niet durven, dus. Nou ja, waarom niet? Gewoon zorgen dat de boel hier goed licht is. Naast de pig farm, we hebben ook genoeg eten, want er staat een spanner namelijk, dus.
We hebben maar één water op het moment, dus laten we dat goed gebruiken. Oké. Okay. Ik dacht dat mijn sound goed was, maar dat wordt wel heel vervelend. Het is nog steeds vervelend. Beter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan 8 stromen. Mooi stromheen, dus dit kan ook nog allemaal. En we hebben ook ijzer, dus we kunnen het nog veranderen. Laten we deze homer neerplonk. Waar zo? Zo. Nou, een makkelijke start. Zo, waar zijn de seeds? Gewoon wat bruggetjes maken of zo. Lijkt mij dat dat ons plan wordt. Want dat waterravijn. Ravijn, ik weet niet. Is het ravijn? Ja, toch? Lijkt me wel. Oh, wacht. We hebben nog een seed. Oh, yeah. Gaan we bone meal voor wheat gebruiken? Nee, we gaan het voor melons gebruiken ook nog. Nou, trouwens, ik gebruik nog op deze vier en dan de rest van de bone meal ga ik voor andere dingen gebruiken. Want dit gaat vanzelf wel groeien. En anders knip ik wel totdat het gaat groeien als het belangrijk is. Zo. En dan kunnen we weer drie nieuwe bij maken. Als het goed is, zo. Gaan we nu even wat melons halen. Pff, alles is gewoon klaar dus. Oké, wat hebben we nog? Oh, we hebben zelfs fences. Daarmee kunnen we onze diertjes mooi opsluiten. We hebben allebei de shrooms. We hebben... Waarom hebben we dat? Waarom hebben we dat? Appels. Mijn appels. Zo. Laten we die even mollen. Dit wordt makkelijk. Easy peasy. Zo, wat seeds. 3 of zo. Ik heb niet heel veel nodig of zo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, dammit, dat was niet nodig. 1, 2, 3. We hebben ook pumpkins, maar het gaan we nu even dat we wel eten hebben. Dat we niet doodgaan en honger of zo. Deze doe ik met bone meal, omdat deze zo lang duurt om te groeien. En nu, weet je... Gaat wat sneller. Ondertussen, wat gaan we hier planten? Ik heb gunpowder, hoe kan dat nou? Geen idee. Oh, we hadden zelfs de seeds al. Dat was zonde. Ik had ze dus gewoon kunnen eten. Waarom niet? We beginnen een cactus farm. Omdat het kan. Misschien is het wel de bedoeling van deze map dat je te veel dingen krijgt die je toch niet nodig hebt. 1, 2, 3... Ik maak ze maar. Wie weet komen ze nog handig tegen spinnen. Ik wil trouwens... Heb ik wat bouwmateriaal? Ik heb bouwmateriaal. Ik ga even naar die chest toe. Ondertussen vermoord ik die koe daar. Ik weet eigenlijk niet wat deze enchantment doet. Ik weet gewoon dat die waardeloos is. Dus ik ga er nog wel een keer onderzoeken. Wat leather. Kunnen we armor van maken. Want we hebben geen armor gekregen. Dus ik vind toch dat hij ons wat meer had moeten geven. Want dat is toch wel... Geen armor. Combat supplies. Oh mijn god. Oh, laat maar. We hoeven geen koeien meer te slachten. Wauw. Wat is dit, jongens? Echt wat belachelijk. Belachelijk. Zeg ik je. Ik weet niet waarom er zoveel flint is. Alsjeblieft ontplof niet na 5 minuten of zo. Dat wil ik echt niet. Ja, als ze hierin vallen is dat zonde natuurlijk. Ah, dit is zo cool. Dit wordt echt een leuke map. Ik voel het. Ik voel het in mijn tenen. Wow, ik zit vast in gravel. Dat is raar. Ik wil even over deze berg heen. Ik moet even wel zien wat er moeilijk is aan deze map. Want ik kan me niet voorstellen dat we gewoon 10 van die dingen naar de overkant moeten brengen. Zo. Oké. Zo. We mogen niet naar het dak. Gewoon een groot meer. That's it. Waarom zit er een gat in het dak? Dat snap ik echt niet. Misschien is dat een fout of zo. Maar we mogen niet op het dak komen, want er is niks interessants. Nou, dat is zo...
gaat redden. Misschien vinden we hier nog een secret chest of zo, wie weet. Weet je, als we squids nodig hebben, hey, er is water. Ik heb al een broek, maar we maken zo even helemaal leather armor. Ah, daar is een bos. Daar komt misschien de moeilijkheid. Maar zolang we dag houden, weet je, is er helemaal niks aan de hand. Maar waarschijnlijk is... Auw, ik moet misschien niet al die damage op me nemen. Zo, zo. Ja, dat gaat damage doen. Zo, dat niet meer. Oké. Hoi, koe. Koe. Varken. Ja, pff, waarom niet? We slachten onze eigen kudde af. Volgens mij is de pig span, hoor. Ik wil heel even dat checken, want... Melon. Fuck yeah. Dus Rogier heeft deze map aangeraden voor mij. En hij heeft wel een cool kanaal. Hij is daar ook nu mee bezig. Dus ga daar vooral even naar kijken. Hij doet nu tag it, denk ik. Dus dat is wel leuk. Dan gaan we nu even kijken. Oh, nee. Ik wou... Oh, gras. Oh, gras. Mooi gras. Oh, ik voel het gras. Even aan het gras voelen. Oh, ja. Yeah. Oké. Okay. Hoppa, hoi. Ik ga varken. Ik snap dit echt niet. En ik snap niet waarom er schapen tussen staan, maar dat is vast ook een rare reden voor. Oh god, zit ik nu vast met de varkens? Oh wacht, ik kan er wel uit of niet? Nee, ik zit vast. Lol, ik heb mezelf niet... Oh nee, wacht, hier kan ik eruit. Parcours, hè. Ervaring met parcours. Zullen we ook een pumpkin farm maken? Puur dat we... Nou, ik zie echt geen reden waarom... Nou ja, daar ga ik sowieso geen bonemeal op gebruiken. Dan weten we dat ook. Zo. Drie van die. Dan hebben we nog een melon. Waarom niet? Ik hoop dat we silk touch krijgen. Dan kunnen we melon room maken. Als het makkelijk is, dan... Nou, ik kan niet geloven dat het makkelijk is. Ik loop nu denk ik gewoon te lullen. En dan is het dadelijk ziek moeilijk. Maar dat zien we dan wel weer. Dat zien we dan wel weer. Zo. Ja, ik ben de farm ondertussen al aan het uitbreiden. Want dit is de source blok en daaromheen kan ook nog een heleboel. En volgens mij puur om water kan ook nog een heleboel. Maar dat weet ik niet zeker. Laten we het even testen. Ja, die is mooist. Dus dat kan. We moeten geen van die dingen laten ontsnappen, want die gaan onze crops mollen. Dus daar moeten we misschien een mooi hekje omheen zetten. Ik weet niet of dat hekje belangrijk is, maar... We kunnen altijd nog meer maken, toch? Moeten we nog een mooie plek voor de ingang hebben. Ik ga ook echt geen moeite doen om het mooi te maken. Ik wil snel deze map afmaken. Als het zo makkelijk is als het lijkt. Ik zorg dat er geen creepers opkomen. Je weet, komt er een creeper. Maar met een bed maak ik me daar ook niet druk om. Ik stel voor dat we niet de schapen doodmaken. Maar dat we gewoon ook een farmachtig iets daarvan maken. Kan een creep hier oplopen? Ja, oké. Okay. Want ja, je weet wel. Dat is veilig. Nee, wacht. Waar had ik het nou over? Zie je, ik ben soms afgeleid en dan ga ik onzin uitkramen. Oh ja, schapen. De schapen gaan we gewoon ook breeden, lijkt mij. Want dan kunnen we altijd nog... Ik denk dat ik echt deze fence aan het verspillen ben, maar... Who cares? Oh, dat is geen fence. Jij bent geen fence, meneer. Zodat we gewoon ook genoeg bedden hebben. Dat we onderweg ook checkpoints... Zet ik nou weer zo'n ding neer? Goddomme. Dat we onderweg ook checkpoints neer kunnen zetten ofzo. Ik weet echt niet. Ik weet echt niet wat ik moet verwachten van deze map. Oeps, het wordt nacht. Laten we naar ons bed gaan dat toch al klaar is gemaakt. Het slaat echt helemaal nergens op, deze map. Het slaat helemaal nergens op. Slaap. Ja, nam 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 nam. Moet even een mooie ingang hebben. Dat weg. Yay, nog meer mallets. Nou ja, ik maak me niet meer druk om eten. Prima. Zo. Kan ik hier opspringen zo? Nee, cool. That is awesome. Zo.
Ja, laten we die melden mollen. Waarom niet? Ik ga dat weed nog één keer met... Ah, bone meal. Nee, dat vind ik een beetje zonde van ons bone meal. Laten we maar de boom sapling hier ergens planten ook. Waarom niet? Zo. Grow. Tree grow. Zo. Oké, dus ik kan ze hier gewoon weer heel makkelijk inlokken ofzo. Ik snap niet namelijk waarom die sters er staan. Oh nee, niet erin lopen. Ja. Wat nu? Ik denk dat we even zonder varkens die kant op gaan en dan kijken wat er is. Maar dan moeten we eerst even een boot maken en mijn spullen storen. Dus dat ga ik even doen en ben ik zo terug. Oké, we hebben een furnace die lekker nu eten is aan het koken. Daar moet ik even op letten. Ondertussen gaan we even onze armor craften. Ik heb al een broek, dus... Ah, shit. Die wil ik niet wegpakken. Zo. Snel die nemen en dan nog die erin leggen. Die aandoen. Shift click. Fuck yeah. Dan nog die. Ik heb al een bootje klaar. Dan gaan we even exploren. En dan is dat dan weer het einde van de eerste aflevering. Zo, genoeg. Oh, we krijgen wel XP voor koken. Ik hou van 1.3. Nou ja, het is een beetje glitchy nog. Maar voor de verder rest, awesome. Laten we even nog een paar varkentjes slachten. Varkens mag wel. Kom hier maar, little. Zo, waarom niet? Zo, eruit. Ja. Ik tot nu toe valt mee, dus. Deur dicht. Oh, no. My course. Zo. Hier kunnen we weer 8 mee koken. Dan gaan we nu shift-click. Fuck yeah. Oké, dan gaan we nu die kant op. Heb ik blokjes mee? Ik neem maar geen koppel mee. Voor de zekerheid heb ik pijlen mee. Een kwart stack maar hoor. Dus niet zo heel veel. Damn, heb ik nou geen blokjes? Heb ik al mijn blokjes verspeeld? Ik zie mezelf dat eigenlijk wel doen. Eigenlijk moeten we dat ijzer even gaan koken. Dankjewel, ijzer. Kool, zo. Pff, blokjes. Ah, we hebben genoeg hout. Just in case. Zo, hebben we dat nog. Laten we naar de overkant gaan. We gaan die kant op. Langs die berg, want dat ziet eruit als gewoon een groot meer. Dat uiteindelijk naar een bos gaat. Ik heb de render distance op normal staan. Dus ik weet het ook niet precies. Is dat weer water gewoon? Oké, fuck it. Meer water, dus we gaan gewoon die kant op. Kunnen we daar makkelijk komen? Nope, we can't. Zou ik hier gewoon inspringen? En dan de waterval op. Ja, waarom niet? Oké. Nog geheime chest of zo. Oh, cool. Al die gravel moet een soort lawine voorstellen. Awesome. Het blijkt een leuke map te zijn. Ik ben nog steeds zo verbaasd van al die spullen die ik gekregen heb. Dus, nou ja. Het komt goed. Het komt goed. Ik vind het een leuke map tot nu toe, dus dan... Oh, niet eruit vallen. Ben ik blij? Zijn jullie blij als ik het leuk vind? Denk ik. En dan kunnen wij allemaal hiervan genieten. Holy shit, de bos is ook nog dichtbij ook. Heel veel dieren. Hey. Het blijkt dat we nu ook onze boot kapot kunnen slaan. Dus voordat we daar komen ga ik mijn boot kapot slaan. En dat scheelt dan weer een nieuwe boot maken en zo. En sla mijn boot kapot. Ah, shit. Ik kan... Nee. Oké, ik dacht het is één klik en hij is kapot. Maar blijkbaar moeten we iets meer moeite. Dit ziet eruit als een eiland. We gaan gewoon recht vooruit. Ik heb... Ah, oh, damn. Ik had nog een halve dag. Als het dag wordt, dan ben ik echt screwed. Nou ja, alle soorten hout vinden we hier blijkbaar ook. Het bos wordt dichter en dichter. Ja, oké. Ik kan me voorstellen dat het irritant is om hier je piggets door te krijgen. Maar voor de verdere rest... Weet je, ziet het er nog niet heel erg uit of zo. Weet je, dat kost gewoon tijd. Meer niet. Voor de verder is het prima te doen. Oh, volgens mij wordt nacht. Wow, dat ziet er niet goed uit. Dat ziet er helemaal niet goed uit. Daar word ik dus niet blij van. Nee, daar word ik niet blij van, nee. Oh, god.
Shit. Oké, ik ga rennen. Ah, damn. Ik wist dat het geen leuke map kon zijn. Ik wist het gewoon. Ah. Ik wist het gewoon. Damn it. Damn it. Ik ga mijn frustratie op deze koe uitoefenen. Dankjewel voor je meat, koe. En we gaan zo even level 1 enchantment op ons zwaard doen, denk ik. Nou, trouwens, ik vind het wel weer mooi. Oeh, grote boom. Ja. Dus we hebben de horror van deze map gezien nu ongeveer. Mooi einde van de map. Dus bedankt voor het kijken. Nee, niet het einde van de map. We gaan er nog wel mee door. Het ziet er leuk uit, maar dat stuk daar, dat gaan we de volgende aflevering onderzoeken. Ondertussen denk ik dat ik gewoon nu... Oh, ik wil niet meer. Ik wil gewoon niet meer. Nee, ik vind dit wel leuk dat het nu nog toch een beetje moeilijk wordt. Maar dat zien jullie de volgende aflevering. Als ik dit schaaf vermoord. Dus bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie dadelijk. Of zometeen. Of volgende week. Of misschien wel morgen. Of 3 seconden later. Ik weet maar nooit. Wanneer jij het kijkt. Dan zie ik je weer. In de volgende aflevering. Van Piglet Panic. Later.